Kapitalisme is een economisch systeem gebaseerd op winst. In een kapitalistisch land krijgen mensen de vrijheid om zelf te ondernemen. Bijvoorbeeld een winkel of een bedrijf te hebben of een nieuw product te ontwikkelen en te verkopen. Mensen worden in een kapitalistisch land aangemoedigd om te ondernemen doordat wij economen winstprikkels noemen. De mogelijkheid om zelf winst te maken of er zelfs rijk van te worden. Maar je moet niet per se zelf ondernemen. Je kan er ook voor kiezen om in dienst van iemand anders te werken. In een kapitalistisch land ben je vrij om te kiezen hoe je je geld verdient. België is net als zowat alle westerse landen kapitalistisch. Maar dat wil niet zeggen dat de overheid zich totaal niet bemoeit met bedrijven en werknemers. Ook in kapitalistische landen zijn er regels waaraan ondernemers zich moeten houden, bijvoorbeeld over minimumlonen en arbeidstijden. En er zijn ook vangnetten als je niet kan werken, zoals werkloosheidsuitkeringen en pensioenen.